We zijn wederom op bezoek bij meneer Herdegijn. We hebben twee dozen gebracht, twee goed gevulde dozen. Eén van familie Simons en een andere van Dankelui. Daarnaast hebben wij wat verse broden voor meneer Herdegijn gebracht. Meneer Herdegijn, faygo. Ja, het gaat een beetje beter. Je telt de dagen af om naar Asiana te gaan, hè? Ja, maar liever gisteren dan morgen. Het zou eerder zijn gebeurd, maar er is even aan mij voorgehouden dat hij even nog een paar dagen wacht. En dan wordt hij sowieso overgeplaatst naar Asiana. Ik heb wat broden voor u kan afvoeren, maar je praat in Angeles, maar ja, zo. Had u nog wat te zeggen, meneer Herdegijn, want dan ben ik al uitgesproken. Nou, heel hartelijk bedankt voor uw hulp. Ik ben heel blij dat ik toch een plek heb gevonden in het verzorghotel, verzorgdehuis, want ik heb dat echt nodig. Het komt snel in orde, dus met alle hoop dat u komende week in Huis Asiana belandt. Ja, ik hoop het ook. Wat ik moet. Ik heb een kleine financiële ondersteuning voor u. Dan doe ik een envelop voor opjussen, maar een is belangrijk. Dank u wel. Ik moet dinsdag weer naar de arts gaan. Dus als ik voor dinsdag in Asiana ben, mag ik dit weer komen halen? Nee. Het is een blijf voor u. Oké. Okay. Afgesproken. Bedankt. Yes.